SOAPtimisten is een wereldwijde organisatie die in het kort gezegd voor de goede doelen van vrouwen en kinderen bezig is. Bijvoorbeeld wij in Almelo steunen we ook een project voor, hoe heet zij ook alweer? Van Esra. Van Esra. Daar zorgen wij voor dat de meisjes daar in naaimachines krijgen, zodat ze zelf hun kleding kunnen maken. Maar de Stadsboerderij is ons vaste project en wij staan hier altijd koffie en thee te verkopen ten gunste van de Stadsboerderij en onze leden bakken zelf taart. En we zijn dus een wereldwijde organisatie. En elke Enschede heeft club, Hengelo heeft club, Almelo. Dus. En waar gaat de opbrengst nu naartoe? Dit is puur voor de Stadsboerderij. En de ponycar hier die is 6 jaar geleden geschonken door ons aan de Stadsboerderij. Dus dit is ons jaarlijks project. Dat doen we standaard. Smaken? Smaken. Bijna, geen bijna. Ik ben ook lid van de serviceclub. En ik ben dus gewoon, ik zet me in vandaag om koffie en thee te schenken. En de opbrengst is dus allemaal voor de boerderij. En dus eigenlijk zijn jullie een soort serviceclub? Ja, dus van allemaal verschillende beroepen die met elkaar proberen dus goede doelen te steunen. En wat Anita net al zei, is het voornamelijk om voor vrouwen en voor kinderen, waar we dan projecten voor hebben. En dat wisselt vaak per jaar wat het goede doel is. Ja, we verdelen een beetje onze taken. En wat hier allemaal staat, is allemaal gesponsord. We hebben hier een lijst liggen van alle sponsors van vandaag. Dat is mensen die, de een heeft de hondenkoekjes gesponsord, de ander de knakworsten, mayonaise, ik noem maar wat. Allerlei sponsors, die mag ik misschien niet noemen. He, maar die hebben wij allemaal hier staan, waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Daardoor heeft het eigenlijk niks gekost en levert het alleen maar geld op voor de voer voor de dieren.